Goedemiddag, lieve mensen. Ja, het is al middag. Dit is een positief bericht van het weekend. Wij zijn 3 en 4 oktober. Het is een beetje later, want het was een hele vreemde week. Niet alleen voor mij, maar ik heb het bij heel veel mensen heb ik het, ervaren. En toen las ik vanmorgen. Ik had even uitgeslapen hoor, dus het was niet heel vroeg in de morgen. Had ik gelezen dat er bepaald ruimte weer onze kant op komt. En net als met orkaankrachten zie je dat soms van tevoren aankomen. Het zijn geen zonnestormen, want de zon is echt heel rustig. Maar wel vergelijkbare effecten heeft dit weer. Er kan van alles in die ruimte zijn wat ons hier op aarde beïnvloedt. Wij zijn hooggevoelige mensen. En ik denk ook dat daarom, en dit is een stukje wereldse gebeurteniskennis. Jullie zien ook dat het erg donker buiten is en dat er in oktober veel regen wordt voorspeld. Dat kan alleen als er bewolking is. Nou, ga maar eens googlen wat het HAARP-systeem is. H-A-A-R-P. Kom je van alles tegen. Het is heel goed om niet alles in één keer te lezen. Het is ook goed om niet alles te geloven. Er gebeurt inderdaad heel veel. Er gebeuren zaken op deze wereld. Ook vanuit de YouTube-mensen. Er wordt heel veel de wereld ingesmeten. Dus je moet gewoon heel goed lezen en kijken wat is waar. Ik volg een aantal kanalen. Op die kanalen geloof ik 80% niet wat ze schrijven. Of wat ze vertellen via video's. Maar soms dan komen er zaken voorbij dat ik denk van, oh oké. Okay. En dan kan ik dat checken bij, in dit geval, een NASA. Want dat is goed, hè. Je kan iets horen, je kan iets geloven, maar check het ook. Ga op zoek naar andere websites. Ga kijken in groepen misschien. Ga het dus ter sprake brengen van, hey, hebben jullie ook iets gevonden? En dan moet je voor jezelf de afweging maken of je het waarheid vindt of niet. In het geval van nu, dat er een bepaalde ruimte weer aankomt, dat kan je soms heel goed checken bij verschillende websites die dat ook monitoren. De zon wordt gemonitord, de winden die vanuit de diepten van het universum komen. Nou, en daar hebben wij eigenlijk een beetje mee te maken. De zon is op zich heel rustig. Want dat is wel iets wat we de afgelopen jaren hebben geleerd, dat wanneer de zon veel zonnevlammen heeft, wij hier op aarde daar last van hebben. Zeker als wij hooggevoelige mensen zijn. Maar ook zonnewinden. En je moet het zien alsof er een hoog of lage drukgebied is door dat hele grote universum. En soms komt het langs de aarde. Nou, dat is wat er aan de hand is. Dus die straling, daar hebben wij last van. Want in de ruimte gaat heel veel niet met regengebieden of orkanen of hittegolven, maar gaat het met stralingswinden. Nou, even heel eenvoudig uitgelegd. De Big Bang theorie, die jongens die zouden mij misschien uitleggen, lachen. Maar ja, het is lastige materie. Kijk, een bad boerenkool maken, dat weten we hoe dat moet en hoe dat smaakt. En daar genieten we van. Dat is gewoon onze menselijke eenvoud. Maar dit is zo ongrijpbaar, want het gebeurt buiten ons gezichtsveld. Er is niet een ruimteweerbericht, want het weerbericht hier kunnen ze al niet voorspellen. Maar dit zijn wel belangrijke zaken waar wij als hooggevoelige mensen heel veel last van kunnen hebben. Dus afgelopen week was het ook zo onrustig. Ook onze katten waren anders onrustig dan met een storm die aankomt. Dan kunnen kinderen ook zo ontzettend vervelend zijn. Maar katten ook. Alleen dit was anders. En toen las ik gisteren dat stukje. Oh ja. Dan voel ik ook, oh dat klopt. Daarom zeg ik het nu ook. Ik denk dat we daar de komende 2-3 weken best nog wel last van houden. Het was ook volle maan. Dus dat is dan allemaal heel heftig. Wij zitten in de 50-cyclus, die is al heel druk.
En dit weekend zitten wij in de 53 en de 54 cyclus. Vandaag is dus een hele krachtige dag om van alles te doen. Ik heb dus net eerst even mijn atelier opgeruimd, want als het heel druk is, dan kom ik daar niet aan toe. En ik vind het fijn als ik deze filmpjes maak, dat het een beetje netjes is. Nu mijn huis nog, want dat was van de week echt een drama. Nou ja, misschien herkennen jullie het. Dat je inderdaad een hectische periode hebt gehad. Ik vertelde dat die zon heel rustig is. Die is ook echt heel rustig. Dat houdt ook in dat dat heel veel invloed heeft op het weer hier op de planeet. En door alle gebeurtenissen rond de COVID-19 vergeten we dat wel eens. Dat ook dat heel belangrijk is voor het welzijn van onze planeet waar we op wonen. Het is misschien wel heel lekker rustig dat wij niet van die pieken en dalen hebben, maar dat houdt wel in als dit stand houdt en het gaat verder met de rust in de zon, dat wij een koudere periode tegemoet gaan. En dan gaan ze ons vertellen dat alle klimaatdoeleinden gehaald zijn. Ook iets om over na te denken. Het is een nadenkfilmpje. Het positieve is dat wij als mensen ten alle tijde vrij zijn om te denken wat wij willen. We mogen het niet altijd uitspreken, maar wij leven nog wel in een land waarin wij vrij zijn in het denken. Laten we dat koesteren. En laten we ook, ik heb ook kaarsen voor een aantal zieke mensen te branden, maar laten we ook een kaars branden voor de veiligheid en het welzijn van ons als mensen hier op deze planeet Aarde. Is niet verkeerd. Er gebeuren veel zaken. Nou, dit weekend, Dierendag. Het is elke dag Dierendag, net als dat het elke dag Moederdag is. Onthoud dat. De dieren moeten elke dag goed verzorgd worden. Ook krijg je een punthoofd van ze. We hebben sinds januari 2 hele lieve katten. We hebben nog nooit zulke monsters gehad. Gisteren was ik in de winkel en dat voelt mijn portemonnee raar aan. Helemaal verklauwd. Dan doe ik de gordijnen naar beneden, allemaal gaatjes erin. Mevrouw, Luna, die klimt dus in de gordijnen s'nachts. Ja, maar ze krijgt wel een cadeautje mogen. En 23 oktober, want dan zijn ze een jaar. We zijn heel blij met ze hoor. Goed, ik heb voor Dierendag, maar ook voor de planeet, heb ik gekozen deze week voor de zeemerminnen en dolfijnenkaarten. Dolfijnen zijn echt hele belangrijke dieren hier op aarde. Ze zijn intelligenter dan dat wij zijn. Wij denken dat we intelligent zijn en dolfijnen zijn intelligent. Schatkist. Er staat een onverwachte nieuwe en overvloedige meevaller te wachten. Ik moet wel een beetje lachen. Als ik deze kaarten trek, zijn ze ook een beetje voor mezelf natuurlijk. Maar deze klopt wel voor vandaag ook. Ik ben een beetje een happy mood hoor. Stom, heel materialistisch. Ik heb gewoon een andere auto gekocht. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Mijn schoonzoon zei, ja, dan weet je in ieder geval nu echt dat je in de midlife crisis zit. Dat is aan mijn schoonzoon, hè? Ik hou heel veel van hem. Daarom mocht hij dat zeggen. Kijk. Maar ook dat, het is maar betrekkelijk, hè? Dat die schoonzoon dat kan zeggen, dat is de echte schatkist. En dat je kinderen om je heen zo'n mooie relatie met je kunnen hebben, dat ze eerlijk kunnen zijn in alles. Ook dat ze tegen je kunnen zeggen, luister, je bent een hartstikke leuk mens, maar wil je even ophouden zeuren? Ook dat is fijn als je dat als ouder en kind met elkaar kan delen. Dat is de echte schatkist. Dat je, zoals wij afgelopen zondag, samen aan één tafel zitten als gezin. En dat wij dankbaar zijn dat we elkaar hebben. Dat is echt de rijkdom. Goed. Ik ga jullie een mooi weekend wensen. Ik heb de rest van het weekend en de komende weken een hele big smile. Dag lieve mensen.